Hallo Jan. Waar ben je? Ik ga naar vandaag woon. Ik fok hem moedeloos man. Huh? Hoe kom? Hij brengt Stefan's bikie. Hij mooi bitte. Hij was quality. Hij heeft mij warm gehouden. Hij was fancy geweest en hij was lekker geweest. Hier bij die kerk man. Ik heb de chocolate koekbak voor die fucking kerk. Voor die bazaar. Wat de type bazaar? Om koeken goed te bakken. Te verkopen. Voor wat? Voor die charity. Wow. Die bak ik die chocolate koek, ik mag die bier gaan. Die morgen heb ik die fucking wit bikie. Serieus? Ja. Kijk man. Toen kijk ik fucking vannacht uit. Ja. Toen water kom. Hang hem op die fucking draad. De volgende ochtend heb ik mijn appel die fucking bikie net dag niet draad. Nee man. Dat is bullshit. En dan is die kinders geweest. Jij hebt uitgezet van die bier. Maar ik was bezig om koek te bakken voor die kerk. Jij niet nou voor die kerk. Onze vader terug heeft ons een party gehad, hè? Ja. En toen heeft hij geld opgeraakt voor die bier. Toen zei ik van, maar dan is het moest nou krap. Toen kwam hier die poes van een voeken nou. En hij zei voor me, kom en geef een bier voor die boy. Hij praat nou net luider als een klomp kak. Toen vertel ik die ouwe, hij is een doos samen met Jan. Ik zal die fokke borrel in sy gat en opdruk as ek een net in die hande kan kry. Toe sê ek, Jan, weet jy wat, jy is een fokke bliksem. Die baiekie kost R200. Wat kyk jy, dat sê jou, dat sê jy. Maar jy het al fokke saam gesê. Wat jy het gesê, wat een slukkie. Ek het ietsie vir jou, Jesus. Baie dankie. Ja, daar is so. Baie dankie, man. Cinema. Ooh, beautiful. Vanaan gaan ek jou spijker. Wat kijk jij, hij is poes. Ik ga die baaikie krijgen voor R200 bij dat CO, dat zit hij.